wij vertrekken op studiereis. Wij vertrekken op studiereis. Ja, en we gaan dat alle dagen delen. Een stukje, oei, dat is een vooruit. We gaan dat alle dagen delen, zodanig dat je er kunt volgen. Wat een speciale beleving dat we allemaal gaan beleven. Sla linksaf naar R8. Voilà. De GPS uit, sla linksaf. 1280 kilometer. Tot straks. Voilà ze. We zijn aangekomen aan de eerste laadpaal. Want dat is niet alleen een studiereizen, maar dat is ook een avontuur met een elektrische auto. 280 kilometer rijden. We gaan nu een kwartiertje stilstaan en misschien kunnen we zelfs ondertussen ontbijten. In tegenstand dat een avontuur is, die elektrische trip geeft toch wel de mogelijkheid om een kartje pauze te pakken en een keer iets op te maken van minder stress. Allee, tot z'n bedien. Kijk hier, onze moed staat op te laden. De pries in de kont. En ondertussen gaan we in Ibis een ontbijtje nemen. Het is toch een stuk relaxer, zo met een elektrische wagen. Je kunt natuurlijk niet zo snel avanceren like dat je met een afterie. Je verliest tijd. Ja. Dat is nu een half uur dat we gaan staan. We zijn maar 200 kilometer verder. We kunnen nog verder, hè, pas op. Maar je verdeelt het netwerk. Dus we gaan vier keer stoppen voor die 1280 kilometer. En naar waar gaat de studiereis? Dat is natuurlijk de vraag. Hé, naar waar gaat ze? Straks meer. Ja, vent, dat ziet er hier niet slecht uit. Hè. Ziet, dat is natuurlijk op vakantie gaan met een elektrische auto. Ik ja, ben 35 jaar aan het reizen. Ik heb nog nooit gestopt om te wonen. Gewoon een lekker ontbijtje te pakken. Dat bestaat niet, dat bestaat niet. Dan hebben we er ook stutjes mee over in de auto. Maar ik heb stopt voor een lekker ontbijtje. Dat zit er nog bij in mijn elektrische auto. Voilà, dan kan ik er nog twee aspers in. En dan kan ik er nog twee salami. En dan zijn we er content. En een klontje boter, uiteraard van President. Dat is ook de boter dat we straks gaan zien. Ja, voilà, dat is mogelijk. Bon appétit. Kijk hier, onze beste vriend is ook mee op studiereis. Ja, ga je ook ontbijten? Nee, klein loetje. Als het hij smaakt van het ontbijtje. Zie, dat is het verschil. Het is niet met de naft, is dat huizen hier, mijn huizen hier. En mijn elektriek is dat, ja, de auto. Ik heb eigenlijk van gisteravond al dus het adres ingesteld waar ik naartoe moet. Op mijn iPhone. En dan doorstuur naar mijn auto. En hem laten bepalen waar ik rijd, wanneer ik stop, hoe lang ik stop. En nu heeft hij hem een berichtje gestuurd waar ik ontbijt was. De auto is klaar om naar de volgende rit te gaan. Komiek, hè? Dus ik ben eigenlijk volledig overgelaten aan mijn wagen, aan de computer van mijn wagen. En dat heeft een vorm van rust, ja, ontspanning. En uiteindelijk, het is wel een studiereis. Ja, kom ventje, kom hier, kom. Allee, kom maar een keer, kom. Je mag ook mee op studiereis, hè. Het is toch een vorm van ontspanning, maar je kunt je vragen. Hey, godsnom, Kurt, in de plaats van je bedden, heb je vrije dag te leggen. Waarom ga je nu snuis te vieren vertrekken voor je op studiereis te gaan? Hé? Hey? Moet meer of zot zijn? Ja, nee. Dat is ambitie en dat is... Ja, we gaan ons laten triggeren door collega's, chefs en de tweede thuis. De tweede thuishaven dat ik heb. En gaat daar straks wel meer over te weten komen. Meer straks. Ciao. No way, Jose. Typisch in Parijs, hè. Die motos, ze vliegt dat nooit, hè. Pas op, hè. Maar hoe is dat? Levensgevaarlijk.
Viele. We zijn ongeveer 500 kilometer verder en we gaan een tweede stop doen. Je ziet elektrisch rijden, dat is niet. Ik kan een 500 kilometer rijden en ga ik 500 kilometer. Nee. Dat wordt verdeeld, hè. Dus die kracht wordt verdeeld. Zodat je eigenlijk 250, 300 kilometer rijdt en ik stopt. Dat is wel gezond. Voilà. Zie, dat is gewoon een blauwe lucht. Barbecue Kurt, on tour. We zijn klaar voor de volgende trip. Trip nummer 3. Eén gouden tip voor iemand die elektrisch op reis gaat of toch een grote afstand moet doen. Via Tesla kom je vaak op Ibis hotels. En als je kijkt, kun je ook op die app zien welk Ibis hotel dat er bijvoorbeeld een zwembad heeft. En moest het nu een zwembroekje mee had, ik heb wel met je mee in mijn valiezen, maar moest dat regen zitten en ging ik een zwemke doen. Oh, zo'n ritje naar het zuiden. En ondertussen kan je een zwemje doen, dat moet toch wat deugd doen. En zeker als ze vandaag 40 graden het geven. Ja, dan nu stop nummer 4. Ja, inderdaad. We hebben maar 180 kilometer gekregen. En eigenlijk kan die auto dat ik heb met die 500 kilometer rijden. Toen zei ik, allee jongen, hoe dat nou moeilijk? Naar 180 kilometer stoppen. En wat kan ik zeggen? Nee, maar als ik het tellen. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Stel je voor, dan die 11 Teslas... Nu hier voor 500 kilometer elektriek pakken. Terwijl ze eigenlijk verder kunnen met maar 150 kilometer elektriek te pakken. Dus dat wil zeggen dat die 11 Teslas 3 keer zoveel elektriek nu pakken. Ik zweer het u, dan ligt een boel plat. Ik weet niet of je het weet, Frankrijk zit zonder elektriek of toch heeft tekort aan elektriciteit. Dus dat is elektrisch rijden, mensen. Dus laten we er niks wijs maken van die auto die zoveel kilometer. Joi, maar je gaat wel moeten aan die elektriek geraken. En ik zou kunnen 500 kilometer laden, maar dan gaat hij hem nu heel snel de kilometers laden dat ik nodig heb om verder te rijden. En wil ik langer laden, 500 kilometer met andere woorden, dan zal hij hem zeggen, oké, ventje, als je meer elektriek wilt, ga je hier langer wachten. Dan ga ik een keer een uur staan wachten. Maar dat ga ik niet doen, hè. Ik lade nu voor de volgende post. Ondertussen beentjes trekken. Geen stress, mensen. Dat is gewoon weer, we zijn ondertussen aan 31 graden. Ze geven maximum 40 graden uit vandaag in Frankrijk. Ik heb gezien dat de locatie waar we naartoe gaan, dat nu voor het ogenblik 36 graden is. Dus de studiereizen, dat gaat zweten zijn. Ik heb het overzien. Ciao. Sinds drinken deze warmte. Santé. Macht, hé. Macht, viaduct. High in the sky. Ik ben juist aangekomen om te laden. Moet ik kijken hoe warm dat hier is. 41 graden, alstublieft. In de schaduw. Ik wil een keer dat voelen, maar ik ga een keer naar buiten. 41 graden. Oh, oh, man, toch. Wauw. Oeh, mooi jongen toch, mooi jongen, dat is warm. Ho, 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 41 graden. Maar ja, ik ben daar gewend van aan mijn barbecue, maar het doet toch raar, hè. Normaal van een barbecue is je langs die ene kant warm, hè. Maar van ik, dan rondom rond, blaast die wind. Die warme, warme wind van 41 graden. Hoeveel keer zeg ik dat al mee, maar ik weet het niet. Ja, in Panama wel, in mijn expeditie. We zijn er piek aan, nog 200 kilometer te gaan. En we stonden hier helemaal alleen. Het zijn hier 20 Tesla-polen. En we stonden helemaal alleen. Dus jij nu aan het laden aan 1100 km per uur. Wow. Go for it. Het
strand en zon. Yes. Daarvoor niet. Merci. Hier zit de grens, ze vrouw. We rijden nu. Nu wacht ik. 1, 2, 3. Nu rijden we Spanje binnen. We kunnen naar verse fruitzaal. Heel gezond. Om er tegen haar. Goat. Okay.